Even verderop in Brussel wordt weer gesproken over Griekenland. Want zouden de Grieken bijvoorbeeld een lagere rente moeten krijgen over hun schulden? Of zou een deel van die schulden zelfs moeten worden kwijtgescholden? Het zijn vragen waarop vandaag misschien een antwoord komt in de Eurogroep. 321 miljard euro aan schulden en leningen torsen de Grieken met zich mee. Nou, volgens het IMF kunnen de Grieken dat never nooit terugbetalen. En dus zeggen zij, Europa, jullie moeten iets aan die schulden gaan doen. Die schulden gaan saneren. Maar ja, zoals het in Europa gaat, is niemand het met elkaar eens. En dus wordt er ook vandaag weer hard over vergaderd. En dus moet de Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem flink aan de bak. Hij moet iedereen tevreden houden, ook het IMF. Het is belangrijk voor veel landen in de Eurogroep om het IMF erbij te hebben. Het IMF is zeer ervaren met dit type programma's en is ook heel streng daarin. Dus dat geeft ook geloofwaardigheid aan het hele programma. Maar betekent wel dat we dus het IMF tegemoet moeten komen om die schuldproblemen te verminderen. Nou, hoe we dat precies gaan doen en wanneer dat dan allemaal van kracht wordt, dat zal vandaag worden besproken.